Er is nog wat eten over. Beetje afgekoeld. Rotdag. Ja. Ik had vandaag een afspraak. Ben je er nog? Ja, maar ik wilde net weggaan. Ik ga naar de koning. Hij is ook verliefd op jou. Ja, ik zie dat toch. Daarom doet hij zo raar. Hij is net zoals jij. Hij weet niet wat hij moet doen. Dit is zijn manier om het uit de weg te gaan. Wij gaan ook naar de koning. Kom. Wat is de dag op? Wat? Er is iets met je. En zeg nou niet dat er niks aan de hand is, want dan blijf ik volhouden dat ik iets aan je zie wat niet normaal is. Dus zeg ik heb ruzie met Thijssen. Niks bijzonders, ander onderwerp. Ja, het is gewoon gezellig tussen jullie samen. We zijn een beetje close bijna. Ik zei het vanochtend nog tegen Nooran. We zijn terug bij irritatie, dus stel je er verder niks bij voor. Terug bij, dus er was wel iets anders. Wat zeg ik nou net? Hey, rustig man. Ik zou er bijna iets van gaan denken. Ik ben hier voor mijn rust. Tuurlijk. Ja. Oké, nog één ding. Hè. Misschien heeft het met elkaar te maken, maar Aysen was vanochtend bij ons en ze deed een beetje vreemd. Was dat voordat jullie het met enige hadden? Wat ik Aysen heb gedeeld is het bed. Verder heb ik helemaal niks met haar en ik wil ook niks met haar.